Yo mensen, mijn naam is Job en welkom terug op het kanaal Job naar de Top. En vandaag rij ik de klassieker de Zuiderzeeronde. Ja, vandaag is het zaterdag 6 april. Om 2:15 moet ik starten. En ik ben helemaal klaar voor. Weer een clubcompetitiewedstrijd. Eerste van het seizoen van 2024. Het fietsie is er klaar voor. Ik heb er ook zin in. Ik ga jullie meenemen naar de koers. Jullie gaan het zien. Ciao. Noord-Holland op het podium. Ja mensen, aan de start van de Zuiderzeeronde. 150 kilometer in totaal. Drie rondjes van ongeveer 45 kilometer. We gingen van start. En eerst was er zoals altijd weer een neutralisatie met de klassieker. In de neutralisatie waren een paar lekke banden, waardoor de neutralisatie dan wordt verlengd. En dat was niet echt top, want er waren een paar valpartijtjes en dingetjes. En veel remmen, aanzetten, remmen. En ja, het was gewoon heel zenuwachtig. En achter in het peloton waar ik zat, was dat niet heel chill. Maar buiten de valpartijen om, de koers ging open. En het was echt gelijk koers. Het was vrij warm voor een zaterdag 6 april. Het was ongeveer 24 graden. Ook stond er echt wel windkracht 4 à 5. Dus echt wel harde wind. Dus ja, kans op waaiers. Ik had van tevoren uiteraard het parcours goed bekeken. Van ja, waar de waaiervorming kon ontstaan. En ja, ik zag dat op het begin eigenlijk gelijk al enige vorm van waaiers kon ontstaan. En de koers gelijk hard kon worden gemaakt. Maar ik hoopte eigenlijk een beetje van niet. Aangezien ja, iedereen dan nog fris is. En natuurlijk wordt er dan gelijk hard gereden. Maar ik had wel verwacht dat alles bij elkaar zou blijven. Alleen ja, viel er achterin toch een gaatje. En zat ik echt binnen no time opeens in een groepje achter het peloton. Wat natuurlijk super zonde is van mijn energie. Want ja, ik zat nu gelijk in een groepje achter het peloton. En ik merkte wel, en ik zag ook dat wel een paar andere sterke jongens in het groepje zaten. Dus ik had er wel vertrouwen in dat we op een relatief makkelijke manier konden terugkomen. Maar het was toch even stressen. Rijden we hier naar rechts en kwamen op een stuk tegenwind. En ik dacht wel, ja, hier moeten we wel weer even terugkomen. Want anders dan wordt het een beetje kansloos en zit mijn koers er al op. Je ziet hier ook dat de eerste auto's ons al inhalen. Best wel vroeg in de koers. Het was echt niet heel prettig of zo om hier zo gelijk achter het peloton in een groepje te zitten. Want het kostte ook wel ja, een beetje kracht natuurlijk om... ik moest gelijk wel hard rijden. Natuurlijk werd er voor in het peloton ook hard gereden. Maar ja, als je in het peloton zit, scheelt dat natuurlijk wel. Maar uiteindelijk wist ik gewoon weer de aansluiting te maken op het peloton. Dus geen probleem. Ik vind het met het parcours van de Zuiderzeeronde het vrij lastig om in te halen. Vooral omdat het best wel smal is. En ja, ik had niet heel veel zin na die neutralisatie. Dan zag ik die valpartijen om zelf te vallen. Dus ja, ik besloot ook gewoon een beetje achterin te hangen. Ja, zodat ik gewoon overzicht had over de koers. Na zo'n 30 kilometer waren de bomen een beetje van het parcours af. En toen ging het echt volledig op de kant. Ik heb hier ook een stukje 6 minuten 400 watt lopen boren. Om ja, in een goede waaier te komen. En ja, ik heb dit niet gefilmd. Maar ik deed een goede poging om in een goede waaier te komen. Maar de koers werd echt helemaal uiteengeslagen. Er stonden allemaal groepen. Ook toen we daarna de bocht naar rechts draaiden... Ja, gingen we opeens met volle bak meewind, waardoor het ja, ook weer volle bak ging. En ja, dat was wel echt loodzwaar was dat eventjes. Kom dan! Kom op Job! Kom op Job! De stukken dat we voor de wind gingen, ging het ook ja, ruim boven de 60. En ik denk dat voor de wind op de kant is nog erger dan dat je een soort van schuin tegenwind... hard moet trappen, want dan kan je natuurlijk nog wel een beetje profiteren. Maar voor de wind moet je echt ook, moest ik echt ook een groot deel zelf doen. En dat was echt soms wel best wel zwaar. En ik had ook echt niet mijn beste dag.
De laatste tijd een beetje vermoeidheid in de benen. Dus ik was echt een beetje aan het overleven eigenlijk. En het was niet echt heel prettig om op die manier te koersen. En ik moet eerlijk zeggen, mijn dag was dus echt niet zo goed. Dus ik kwam op sommige stukken ook tussen de auto's te zitten. Omdat ik er dan gewoon werd afgereden met een groepje. Of ja, als ik dan weer bij het peloton aansloot, dan kon ik het soms ook gewoon even niet betrappen. En dan moest ik gewoon lossen. Ik heb dat eigenlijk nog nooit eerder gehad. Dat ik echt op die manier echt zo moest lossen. Dat, ik zat namelijk wel echt wel stuk of zo. De benen hadden er echt geen zin in. Maar ja, ik trapte natuurlijk wel gewoon door. Want ik dacht, ja, ik wil wel gewoon uitrijden in ieder geval. Maar op een of andere manier kwam ik elke keer weer terug in het peloton. En zo zat ik eigenlijk ook de laatste ronde gewoon weer in het peloton. Op het tegenwindstuk. Want ja, eigenlijk viel het elke keer uit elkaar. Omdat het op de kant ging. Maar als we dan weer op het stuk van het tegenwind kwamen, kwam eigenlijk weer alles bij elkaar. En dat was voor mij echt een soort lifesaving. Want daardoor kon ik elke keer weer terugkomen in het peloton. Hier kun je ook zien na 100 kilometer dat we dus rechts omdraaien. En dat de wind weer van de zijkant gaat komen. Ik probeerde soms echt een soort nieuwe waaier op te zetten. Maar ja, dus ook aangeven dat ik een nieuwe waaier wil maken. Maar jongens besloten toch om op het kantje te blijven rijden. En op die manier ook best wel veel kracht verspild soms. Maar ja, ik deed in ieder geval wel een poging om een waaier op te zetten. Ja, eigenlijk was deze koers eigenlijk best wel een drama. Ik kwam dus elke keer tussen de auto's en dan weer terug in het peloton. Op sommige momenten van de koers had ik best wel een achterstand met een groepje bijvoorbeeld. Maar ja, eigenlijk puur door dat tegenwindstuk kwamen we elke keer weer terug. De auto's haalden ons soms in. Maar ja, op een gegeven moment zijn die auto's bij het peloton. En dan moeten er toch zo'n 20 auto's langs. Waardoor we tussen de auto's kwamen. Waardoor je ook weer makkelijk in het peloton kon komen. En op die manier werd ik eigenlijk een beetje geholpen. Ja, voor mij was het prima. Ik merk wel dat mijn basis best wel goed is. Dus ondanks de slechte benen kon ik best wel gewoon de hele tijd wel in ieder geval boven de 300 watt blijven rijden. En daardoor hield ik wel gewoon mijn tempo. Waarom mijn afstand naar het peloton toe niet al te groot werd. Na ongeveer 125 kilometer ging het nog een keer op de kant. En hier brak mijn nekkie wel. We gingen hier weer voor de wind. En ik ging voor de wind, ging het zo hard. En ik moest zo hard trappen dat het weer in allemaal groepen ontstond. Uiteindelijk is er een grote voorste groep ontstaan. En daar zat ik zeker niet bij. Wat er nog over was van het peloton, ik denk dat ik in die laatste 10 zat of zo. Ik was niet per se echt helemaal leeg of zo. Ja, jawel, ik was wel leeg. Ik had gewoon niet de benen. Dus ik kon gewoon niet echt die enorme hoge waardes halen om dan wel in de juiste positie te zitten. Dus ja, dat lukte gewoon niet. Ik kon wel stabiel hard trappen, maar niet echt die hoge pieken. En zo kwam ik nog 146 kilometer het laatste stukje tegenwind nog samen met iemand anders te rijden. En reed er nog een groepje voor ons, waar we ons wel een beetje op konden focussen. We kwamen ook uiteindelijk bij dat groepje. Dus op die manier kon ik nog een paar posities pakken. En ja, toen dacht ik ook van ik zit nu toch in het groepje. En het groepje, die waren gewoon, iedereen was gewoon een beetje aan het uitbollen van we zijn bij de finish en we gaan nu gewoon finishen. Maar ja, ik dacht, elk plekje telt. Dus ik ga nog even aanvallen uit het groepje. Super goed idee. Dus zo zie je me hier nog een soort poging doen om uit het groepje te komen. En dit lukte ook. Ik heb best wel een gat, maar mijn benen waren gewoon op. Dus vlak voor de finish word ik nog ingehaald door 5 jongens. En op die manier finish ik als 73ste. Ja, zeker niet mijn beste koers. Mijn ploeggenoten, helaas waren Bink en Mathé, die reden echt een goede koers. Maar er was best wel een grote valpartij tijdens de koers. En die zijn allebei daardoor uit koers gegaan. Echt wel heel erg jammer. Uiteindelijk ben ik de enige van het team die gefinished is. En ja, je wilt toch punten halen in de clubcompetitie. En dat doe je door met 3 mensen goed te finishen. Is helaas niet gelukt. Dus we gaan gewoon op naar de volgende clubcompetitie klassieker. En die is al over 2 weken. Zin in. De koers wordt uiteindelijk gewonnen door Tim den Braber. Jules Nagegast voor 2. En Ofke Tekens voor 3. Op naar de volgende koers. Waarschijnlijk volgt er nog een tweede video deze week. En dat is van het weekend ervoor. Ik had die camerabeelden nog niet. Want ik was mijn GoPro verloren. Dat gaan jullie allemaal zien. Voor nu ga ik de video afsluiten. Abonneer zeker op mijn kanaal. Doe een duimpje omhoog. En dan zeg ik voor nu adios.